Een nieuwe gemeente, nieuw bestuur en ook een nieuwe manier van vergaderen. Wie wil inspreken in de gemeenteraad moet voortaan bij de alternatafel zijn. Op die manier wil de gemeente inspreken toegankelijker maken voor iedereen. We hebben geen commissies meer. We hebben nu doen we de hele voorbereiding in de alternatafel. En de alternatafel is soms voorbereidend van aard, waarbij het vooral informatief is voor raadsleden, waar inwoners kunnen inspreken op het onderwerp dat op de agenda staat. Dus niet op andere onderwerpen. Waar een wethouder of een ambtenaar nog eens een verhelderende toelichting op iets kan geven. En we hebben daarnaast de opinierende alternatafels waar het gesprek, de discussie kan plaatsvinden tussen de raadsleden. Soms combineren we het in één behandeling, maar dan leggen we wel even de knip. Eerst de informatie helder, daarna gaan we met elkaar in gesprek. Dat is ook heel prettig, denk ik, voor inwoners, want als je een beeldvormende behandeling doet, informatieve behandeling zou je ook kunnen zeggen, dan hebben raadsleden op dat moment nog niet hun standpunten bepaald, staan nog open voor goede argumenten waar de mensen mee komen. En ze gaan diezelfde avond in het algemeen dan ook niet roepen van ik vind dat en ik vind dat. Nee, we gaan eerst luisteren naar alle argumenten en meningen die er in de samenleving zijn. En wie bepaalt de agenda van die alternatafels? Bent u dat samen met de raadsleden of kunnen wij als burgers daar ook op inspreken? Nou, het presidium bepaalt de agenda en het presidium bestaat uit de fractievoorzitters van de raad. Het is goed om te zeggen dat de fractievoorzitters er niet namens hun fractie zitten, maar dat ze er met z'n zevenen in dit geval zitten voor de raad. En in het presidium ook afwegen van wat is in het belang van de raad om op de agenda te zetten. Maar behalve agendapunten die worden aangereikt vanuit het college van burgemeester en wethouders of vanuit de raad zelf, is het nadrukkelijk ook zo dat inwoners zelf via de Griffie of via een raadslid aan het presidium kunnen vragen of een onderwerp op de agenda kan komen. Daarnaast is er nog iets nieuws, namelijk het forum. En het forum is eigenlijk juist bij uitstek bedoeld om het contact tussen raadsleden en mensen die hier in deze mooie gemeente wonen of bedrijven of instellingen tot stand te brengen. Het forum is heel laagdrempelig, informeel. Daar kunnen mensen een petitie aanbieden. Daar kunnen mensen in gesprek met raadsleden over een onderwerp wat hen bezighoudt, wat dus verder nog niet op de agenda staat. Daar kan een appel op de raad gedaan worden, handtekeningen aangeboden. Daar kan wat dat betreft van alles. Op de website van de gemeente Altena kunt u vinden wanneer er Altena-tafels zijn. En dinsdagavond 29 januari was de eerste. Dat is natuurlijk voor iedereen spannend. Is voor mij als griffier spannend. Is voor de raadsleden spannend. In het bijzonder de raadsleden die als voorzitter optreden van de Altena-tafel. Die doen dat ook voor het eerst. En in de raadzaal is de eerste tafel inmiddels begonnen. Zometeen in de zaal achter mij ook een Altena-tafel. En daarna ook nog op een derde plek hier in het gemeentehuis. Dus dat wordt voor iedereen even wennen en even spannend. Raadsleden moeten ook even aan wennen dat ze niet overal bij kunnen zijn. Dat ze soms hun fractiegenoot de ruimte moeten geven om daar dan te zijn en het woord te voeren.